Wij waren ontzettend opgelucht. Echt enorm blij. Ik was de laatste maanden er heel intensief mee bezig. En het was echt een enorme opluchting. Ja, heel blij. Had je verwacht dat gisteren tijdens de commissievergadering dat besluit al zou worden genomen? Eerlijk gezegd niet. Ik had eigenlijk gedacht dat er niet zo'n grote meerderheid was, unaniem. Dat had ik echt niet verwacht. En ik had ook eerlijk gezegd niet verwacht dat de wethouder direct zou zeggen, oké, dan doe ik het niet. dat respecteer ik enorm. Dat vond ik echt geweldig. De Enk in Haarlem is een van de weinige, bijna onaangetaste enken hier in Overijssel. En die strekt zich over een groot gebied uit. Is een echt oude cultuurhistorie, agrarische cultuurhistorie. En de mensen in Haarlem gaat dat echt aan het hart. Die hebben echt het gevoel, dat is van ons en van onze voorouders. Afblijven. Maar nu is het natuurlijk het parkeerprobleem niet opgelost. Er moet alsnog een oplossing komen. Wat zijn nu de vervolgstappen? Ja, gelukkig zijn er voldoende varianten, hebben we ook bedacht. Er zijn parkeerplaatsen. Die liggen minder gunstig voor de horeca. Maar wij denken dat we daar voldoende mogelijkheden zien om dat op te lossen. Ook voor de schuringshoeve die erop komt, gaat het gewoon goed komen. We gaan samen eruit komen. Ik ben ervan overtuigd dat we tot een bevredigende oplossing kunnen komen. Ja.